Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Dit is het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Sociaal programma moet verlichting brengen voor burgers. President Santokki op werkbezoek in Nigeria. En online kandidaatstelling Jeugdraad Suriname vlot verlopen. De regering heeft op 31 januari 2023 het sociaal programma gelanceerd. Via dit sociaal programma worden 7 goederen en diensten gesubsidieerd, te weten brandstof, elektriciteit, water, gas, basisvoeding, transport en medicamenten. Minister Uraikit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting vertelt over het verloop van dit programma en de ontwikkelingen op dit gebied. Er is een statement, oftewel mededeling gedaan in DNA, waarbij de president aan de hand van de verschillende gesprekken, de bonden met de clusterteam van ministers die belast zijn met de vakbonden, dat er een voorstel, oftewel een besluit, is uitgerold. En dat is dat de ambtenaren in aanmerking zullen komen voor die 2500. Wat ik wil aangeven is, binnen onze regeringsvergadering was het voorstel dan uitgerold. En daar waren er wat voorbeelden die gegeven werden, waarbij als de president dat zou bekendmaken, dat deze ambtenaren dan niet meer hoeven te registreren voor koopkrachtversterking. Want die zullen dan krijgen via hun salarisadministratie, om het zo te noemen. Dus dat is goed nieuws voor degene die nog niet zijn komen registreren. En natuurlijk voor de PIU, voor het team van SOSAVO, is het wel een taak erbij nu om de ambtenaren uit de registraties te lichten. Omdat die op een andere manier, met een veel hoger bedrag, omdat zij vanaf mei pas zullen krijgen, dat zij gelicht zouden moeten worden uit het bestaan van koopkrachtversterking. Wat betekent dat het sociaal programma momenteel nog breder is geworden. Dat we niet alleen praten over een sociaal programma waarbij 4 categorieën van de reguliere uitkeringen worden uitbetaald. Maar dat nu, welke laatst is goedgekeurde koopkrachtversterking aan de niet-ambtenaren, als ambtenaren toen, dan iets is bijgevoegd van koopkrachtversterking nu alleen voor niet-ambtenaren. En de ambtenaren op een andere manier dan tegemoetkoming zullen ontvangen van de regering. Dus daarom nogmaals aan alle luisteraars wil ik dat aangeven, nogmaals, het is niet statisch ons sociaal programma, het is dynamisch. En als regering, afhankelijk van de situatie, dan zullen dan de noodzakelijke wijzigingen dan plaatsvinden en besluiten uitrollen. Als we kijken naar ons bestand van koopkrachtversterking. Ik zei het al, vanaf januari zijn we van start gegaan met een bestand van 18.100 om alvast hun die koopkrachtversterking uit te betalen voor januari, februari, waarbij we, ik denk om het ten goede, laatste week februari van start zijn gegaan met 1 launch van onze landelijke digitaal registratiesysteem, maar zo ook meteen onze fysieke registratiesysteem, waarbij de PIU met de directie en hun team, dat ze volledig naar alle districten zijn afgereisd om ervoor te zorgen dat die betrokkenheid er is, dat men wordt wakker geschud. Van luister, de regering heeft een beleidsmaatregel geïmplementeerd waarbij het een voordeel is voor u als sociaal zwakkere. En waarbij infosessies zijn gehouden met verschillende werkarmen binnen het district. Of het nou vanuit de DC is of het nou vanuit de DA-kantoor is van SOSAVO. Waarbij verschillende stakeholders zijn geïnformeerd om ervoor te zorgen dat de registraties naar binnen beginnen te rollen. Reden waarom, nogmaals, er is een bedrag van 1,2 miljard door de regering dan toen goedgekeurd om een sociaal programma uit te voeren. We gaan dan richting maart, waarbij we nog steeds zaten met die 18.100 aan 1 personen met een beperking en deels sociaal zwakke huishoudens. Waarnaartoe heel hard is gewerkt om het bestand zo snel als mogelijk dan richting onze doelen, die 60.000 gezinnen,
dan te mogen realiseren. We hebben voor april het zover mogen brengen dat we bijna het dubbele dan momenteel hebben aan registraties. Voor april zullen we meer dan 31.000 gezinnen dan uitbetalen aan koopkrachtversterking. Daarin zitten ook nu sociale, of althans daarin zitten nu ook de seniorenburgers die zijn meegenomen. Dat betekent dat niet alleen de personen met een beperking, niet alleen de sociaal zwakke huishoudens, maar nu ook dan de seniorenburgers die koopkrachtversterking zullen merken op hun bankrekening. We hebben gefocust om eind mei, richting eind mei, te gaan naar 50.000. En nogmaals, wat de bedoeling is dat we die 60.000 halen. En daar is er dan een tijdlijn gegeven voor eind juni dat we die 60.000 al moeten hebben behaald. Als we kijken naar onze werkprocedure, onze tempo, dat ik er sowieso geloof in heb dat we eerste helft van juni dan die 60.000 sowieso aan geregistreerden al hebben verwerkt. En dat zij hun gelden dan mogen verwachten volledig, het volledig bestaan van 60.000, eerste week juli. Dus dat is een tijdlijn wat ik de samenleving wil aangeven of wil doorgeven. Voor april, waarbij u binnen de 10 eerste dagen van mei uw koopkrachtversterking zal merken, die 31.000 gezinnen, zullen dat binnen de eerste 10 dagen van mei dat merken, willen wij in mei dan eraartoe werken dat we tenminste van de 31.000 richting de 50.000 groeien aan gezinnen die dan koopkrachtversterking dan ontvangen binnen eerste week, eerste 10 dagen van juni. En het werk van juni, waarbij we het willen brengen naar 60.000, zullen deze 60.000 gezinnen het merken binnen de eerste 10 dagen van het nieuwe maand juli. Dus ik hoop dat daarmee wat duidelijkheid dan gebracht is naar de samenleving. Er was wel een zorgpunt van minister, hoe zit het met dat van die TWK? Ja toch wel, dat is een van de vragen die men liever van mij hoort dan van de deskundigen. Er is over TWK gesproken en u mag verwachten dat we sowieso ervoor zijn gaan pleiten. Maar ik moet u ook aangeven, we moeten ook weten hoe wij efficiënt en effectief dan moeten omgaan met de weinige middelen die we hebben. 1,2 miljard is goedgekeurd natuurlijk, maar hoe gaan we daarmee om? En hoe gaan we om met het feit dat straks het bestaan veel groter zal zijn dan die 60.000? En hoe gaan we ermee om dat als wij moeten kijken dat het bedrag misschien verhoogd zou moeten worden, dat hoe we dat zullen aanpakken? Dus als we kijken naar het bedrag, vastgesteld bedrag van 1,2 miljard, moesten we gaan kijken van hoe zit dat met TWK? Sowieso wil ik aangeven voor degenen die al hun gelden hebben ontvangen en degenen die al in het bestaan voorkomen, dat ze sinds januari hun gelden al zullen krijgen of al hebben ontvangen. En voor degenen die pas hebben geregistreerd, dat vanaf de dag van goedkeuring dat u dan uw TWK zult krijgen. Dus let u alsjeblieft op, er is vanuit de regering al een besluit gerold, een missieve gerold. Dit is het besluit van de regering, waarbij er vele voorstellen waren dat TWK voor degenen die pas registreren, de nieuwe registraties apart van degenen die al in het bestand voorkwamen van SOSAVO, dat vanaf de dag van goedkeuring dan uw TWK dan zult krijgen. Dus ik hoop dat dat een stukje duidelijkheid brengt en dat ook de problemen van de wereld verhelpt in de zin van dat er geen vragen en onduidelijkheden meer ten aanzien van dat onderwerp dan zit. Want heeft u het vandaag zelf van mij gehoord. President Chandrika Prasad Santokhi heeft op 6 en 7 mei een succesvol werkbezoek gebracht aan het district Nikeri. Het staatshoofd heeft tijdens zijn bezoek aan het reisdistrict een tweetal foodbaskets geopend te Paradise en in het resort Wageningen. Het foodbasketproject werd eerder dit jaar geïntroduceerd, omdat het verdelen van voedselpakketten volgens de regering geen duurzame oplossing is. Wij legden het volgende voor u vast. Je gaat lokale productie moeten opvoeren. En daar zie je namelijk dat de staat ook faciliterend moet zijn. Want wat hebben we hier gedaan? De landbouwers, de boeren gefaciliteerd door te investeren in de wegen. Die wegen die jouw landbouwgebieden toegankelijk gaan maken. Die wegen die je productie gaan verhogen. De wegen die export gaat verhogen. En de wegen die inkomsten gaat verhogen. Mijn mensen, eerste helft hebben we een klein beetje achterstand. Die achterstand zit met name op microniveau bij het volk. Want dat we op macroniveau
stabiliteit bereikt hebben, komt omdat het volk offers heeft gebracht. Komt omdat we als regering zware maatregelen hebben getroffen die doorwerken naar het volk. En nu is het tijd om terug te geven aan het volk. En dat hebben we al gedaan. Afgelopen donderdag is die overeenkomst getekend met de vakbonden. Alle ambtenaren krijgen 2500 SRD erbij vanaf mei, zonder belasting te betalen. Alle gepensioneerden krijgen 1800 bij SRD, zonder belasting te betalen. Omdat daar ook verlichting moet komen. Omdat daar ook koopkrachtversterking moet komen. En we hebben al maatregelen getroffen. Iedereen die belasting betaalt en inkomsten heeft, tot en met 7500 SRD betaalt niemand belasting. Dat weten jullie. Wij moeten meer positiviteit brengen. En we gaan het doen. Tweede helft starten op 25 mei. Andere strategie, andere prioriteiten, actieplan. Opdracht, doelpunten maken. Opdracht om te winnen in alle sectoren. Samen met de bevolking, samen met alle stakeholders. Want wij hebben gezegd voor die verkiezing, we gaan dit land Suriname redden. Redden doe je niet één dag. Redden is een proces. En we gaan het redden, niet alleen tot 25 mei 2025. We gaan het redden, Bakadati toe. We gaan door totdat de economie gezond die alles maakt. We weten allemaal, en u bent al heel lang hier op Wageningen, dat Wageningen oorspronkelijk dusdanig was uitgerust dat alle paddy via watertransport werd getransporteerd. Al die pontons die er toen waren, ophaalbruggen, noem maar op, dat is nu compleet verdwenen. En wij proberen het nu via de weg te transporteren. En natuurlijk, wegtransport is natuurlijk altijd duurder. U gaf het aan van hoe duur dat niet is. Maar het is eenmaal zo ontwikkeld, gaandeweg. En we gaan het even zo door moeten doen. Hele structuren zijn verder aangepast aan wegtransport. Maar als wij, en u heeft aangegeven, inderdaad erin slagen om zo snel als mogelijk zo'n waterschap hier neer te zetten en de boeren nemen het onderhoud over, dan denk ik dat wij stukken goedkoper zullen uitkomen met onderhoud. Omdat u dan niet meer gaat wachten totdat een trens is dichtbegroeid of een kanaal. U gaat tijdig aanpakken. We gaan minimaal een 15.000 hectare per seizoen in productie brengen. Neem het maar twee seizoenen. 30.000 hectare per jaar. Dat gaat betekenen dat wij aan exportwaarde zullen hebben elk jaar meer dan 100 miljoen Amerikaanse dollar. Dat, als ik dat zo noem, dan spreekt dat. En ieder. Ja, nee, al die investeringen nu. En ik zal u vertellen, de directeur kan erover meepraten. Meer dan de helft van mijn begroting gaat richting Nikeri. Maar het heeft een reden. Het heeft te maken met voedselzekerheid. Ons basisvoedsel is rijst. Als je dat niet hebt, heb je een probleem. De rest importeren wij voor een groot deel. Vandaar dat een van de redenen is dat wij alle aandacht geven aan Wageningen. Op vrijdag 5 mei konden jongeren zich online kandidaat stellen voor de Jeugdraad Suriname. In totaal hebben landelijk 62 jongeren, waarvan 35 heren en 27 dames, zich kandidaat gesteld voor de jeugdraad. De verkiezingscommissie Jeugdraad Suriname heeft op zaterdag 6 mei 2023 een aanvang gemaakt met de screening van de kandidaten. Jongeren vanaf 16 jaar en niet ouder dan 22 jaar konden zich digitaal aanmelden en zich verkiesbaar stellen voor de Jeugdraad Suriname JRS.
De verkiezing van het jeugdorgaan zal online geschieden om de efficiëntie en effectiviteit te vergroten. Dezelfde methode heeft er ook voor gezorgd dat de kandidaatstelling veilig, vlot en voorspoedig is verlopen. De jongeren konden zich vanaf 8 uur in de ochtend tot laat in de middag online kandidaat stellen via de website van de jeugdraad. De verkiezing vindt plaats op 1 juni 2023. Hierbij zullen de aspirant-kandidaten meedingen naar een van de 29 plekken in de JRS. De kandidaten met de meeste stemmen per district zullen zitting hebben in de jeugdraad en worden voor 3 jaren gekozen. Op donderdag 11 mei zullen de gekozen kandidaten via de website en de Facebookpagina van de JRS bekend worden gemaakt. Hierna zullen zij zich presenteren aan de samenleving. Dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.